Zeg eens eerlijk, als u gerommel aan uw huis hoort, gaat u dan meteen kijken? Nou, bewoners van een huis in Huizen hoorden eind januari wel wat raar geluiden. Maar dat was allemaal zo kort en onduidelijk dat ze het niet konden thuisbrengen. Het bleek in hun geval helaas om een inbraak te gaan. En uit een huis in de wijk Sijsjesberg in Huizen werd zeer kostbare Russische kunst gestolen. Bijvoorbeeld meerdere iconen. U ziet er hier een aantal, meer foto's. De precieze afmetingen staan op live.politie.nl en onze site. Mogelijk zijn die ergens aangeboden, laat het dan weten. Verder is bijvoorbeeld ook een grote beschilderde kruis en een klein Fabergé-hangertje uit de 19e eeuw gestolen. En nog een mogelijk aanknopingspunt om deze inbraak op te lossen. Net daarvoor is er een wit bestelbusje in die wijk Sijsjesberg in Huizen gezien die niemand daar kan plaatsen. Dus kunt u die gestolen Russische kunst op de een of andere manier linken aan mensen met een wit busje, dan horen we graag van u.